Goedemiddag, we zijn in de rust beland van de wedstrijd tussen Sportclub Grenemouden en de IJsselmeervogels. Naast mij een man die zich onder andere bemoeit met de jeugdopleiding van de Sportclub Grenemouden. Stelt u zich eens even voor aan het publiek wat u nog niet kent. Goedemiddag, mijn naam is Erik Nieuwenhuis. Ik ben 14 seizoenen werkzaam binnen Sportclub. Ik ben begonnen als loopcoördinatie- en techniektrainer 14 jaar geleden. Chris Riemers heeft me toen aangesteld om te gaan borgen binnen de jeugdopleiding in combinatie met Meulensteen en Curver. En zoals vandaag ook de wedstrijd te zien is, zijn er 7 eigen jeugdspelers die ooit 14 jaar geleden binnen Sportclub binnen zijn gekomen. En met expertise van alle mensen, de oud-voetballers van Sportclub, zijn ze tot zover gekomen. En dat is ook een beetje de rode draad van Sportclub. Breed opleiden met zoveel mogelijk eigen jongens op een zo hoog mogelijk niveau in alle geledingen van de club. En eigenlijk hebben we dat als rode draad binnen Sportclub geborgd. Zowel binnen de damesafdeling als binnen de herenafdeling. Met de eigen jongens en dat bedoel ik ook mee met de eigen mensen. Met de voetbalexpertise vanuit Grenemuiden. Die natuurlijk een heel groot verleden hebben. Ja, want nu sta je ook bij de IJsselmeervogels als tegenstander te kijken. En dan kom je allemaal mensen tegen die zeg maar jouw opleiding hebben genoten, zeg maar. Nou ja, kijk, ik heb een bepaalde expertise en die heb ik gedeeld binnen Sportclub op hun verzoek. En dat heb ik gedeeld en ook trainers gedaan binnen Sportclub. Zodat ook de mensen de visie en de werkwijze van mij ook kunnen brengen bij de andere teams. Ik kan het niet alleen. Sportclub, we doen het altijd is samen. Sport verbroedert. En met de cultuur van Sportclub natuurlijk. De basis is hard werken en proberen vanuit elke speler het beste te halen. Zowel dame als heer. En dan zie je tot hele mooie resultaten binnen de hele jeugdopleiding, maar ook binnen het eerste elftal. Ja, want je hebt het over je eigen expertise, zeg maar. Wat is die met name? Nou ja, mijn expertise is vooral het loopcoördinatie in combinatie met de curve Meulensteen. Zo voetbalfunctioneel maken. Dat was toen mijn opdracht. En dat hebben we als een rode vlek binnen Sportclub gedeeld, zeg maar, met de eigen mensen. En zodat ook dat de eigen mensen dat hebben eigen kunnen maken. Ik bedoel, wat ik ook al zei, ik kan het niet alleen. En dat is ook niet de kracht van Sportclub om het samen te doen. En dan zie je zoals vandaag 7 eigen jongens. En er loopt heel veel talenten binnen Sportclub. Alleen ja, er kunnen natuurlijk niet 20 mensen in een elftal spelen. Nee, dan heb je het over lopen en over coördinatie. Lopen en voetballers, dat is niet in alle spelers hoofden een hele gelukkige combinatie, zeg maar. Hoe maak je dan toch aantrekkelijk om een voetballer aan het lopen te krijgen? Als ze mijn naam horen, looptrainer, dan beginnen ze eigenlijk al de haren recht overhoofd te staan. En ik doe alles met een bal. Hè. Voetbal is mijn bal en het lopen is daar een heel belangrijk onderdeel van. En ook de motorische skills. En dat probeer ik dan in de training met leuke vormen. En dan moet je denken aan een loopladder, een hoepel, sprintparachutes, hekjes. En dat is aantrekkelijk voor de sporter. Hè. Want normaal gesproken, als je bijvoorbeeld zegt, je moet 10 keer sprinten naar een pion. Dan zeggen ze, nou, trainer, bij 5 keer, ik heb het wel gehad. Maar als je ze met een parachute laat springen, met sprinten, en op een gegeven moment die parachute afdoen en ze mogen nog een bal scoren, dan is het, dan mogen we nog een keer. Dus je moet het eigenlijk aantrekkelijk maken met ook attributen die wij binnen Sportclub gelukkig hebben kunnen aanschaffen. Mits je het onderbouwt, dan is er heel veel mogelijk. En daarvoor zijn die sporters ook zo gemotiveerd om de trainingen te volgen. Wie vind jij nou de mooiste loper die vanmiddag op het veld staat? Wie heeft nou de fijnste basislooptechniek? Dan ga ik even uit van de eigen jongens. Dan is Jasper Tuinman. Die heeft vanuit zijn eigen motorische vaardigheid een hele natuurlijke loop. Kijk, de verdedigers, een Bart-Jan, die heeft een heel andere loop. Die heeft veel meer power. Maar de elegante speler is van nature Jasper Tuinman. En zonder de andere spelers tekort te doen. Nee, precies. Maar je hebt van nature mooie lopers. En je hebt inderdaad zo'n Bart-Jan Brouwer die er dan kennelijk wat harder aan moeten trekken. Maar Jasper is de man, zeg maar, die van huis uit, zeg maar, het mooiste loopje heeft. Precies. Hij heeft een functionele loop. En mits je dat combineert met een goede functionele techniek. En het blik van de eerste balaanname goed zijn. Zodat hij al kan kijken van waar de bal naartoe moet. Ja, dat is natuurlijk de basis van het voetbal. Nou heeft Jan expertise je ook nog in verre buitenlanden gebracht. Je hebt onlangs een reis gemaakt naar? Naar India, ja. Dat is via de stichting CMF, Collective Minds Foundation. Die heeft mij gevraagd om 27 trainers in India te gaan opleiden. Zodat die trainers ook weer in de communities de arme kinderen kunnen gaan trainen. En dat was een 8-daagse reis. Het was een hele mooie ervaring. Ik heb natuurlijk al veel meer in het buitenland korte projecten gedaan.
Maar dit was een geweldig moment om in een totaal nieuwe Aziatische cultuur, om daar de trainers, een beetje de Hollandse school, dan moet je denken aan Curver, Meulensteen, de Cruijff-filosofie, met een stukje life skills. En met life skills bedoel ik mee de waarden en normen van het leven, omdat ook de arme kinderen daar, die komen weer terug in de sloppenwijken. En hebben ze een boost vanuit de sport natuurlijk, hè, want sport verbroedert. En zo hoop je natuurlijk dat die kinderen en de trainers weer een stap verder kunnen komen in hun voetbalontwikkeling en een maatschappelijke ontwikkeling. Toch nog eens weer terug naar het hier en nu. Sportclub Genemuide tegen IJsselmeervogels. IJsselmeervogels bovenliggende partij, maar Genemuide zeker niet kansloos. Nee, zolang het 0-0 is. We hebben natuurlijk een goede keeper in de goal staan. En die heeft natuurlijk 2-3 fantastische reddingen gedaan. Maar zolang het 0-0 is, Genemuide moet een beetje geluk hebben dat de bal goed valt. Zeker in de omschakeling, daar liggen de mogelijkheden. Want IJsselmeervogels mag de bal hebben. En dat is de truc natuurlijk, dat Genemuide probeert in de omschakeling of met een corner of een vrije trap om zo een goal mee te pikken. En ze zijn niet geheel kansloos. Alleen ja, de net iets bovenliggende partij is toch wel vaker gebeurd. Maar ze mogen ook de bal hebben. Ja, klopt. Maar goed, daar wordt voor gekozen, zeg maar. Dat dan Genemuide toch in de regel defensief de boel aardig op orde heeft. Is het, toch weer eens terug naar jouw expertise, is het lopen voor een verdediger anders dan een middenvelder of van een aanvaller? Of van een keeper misschien? Ja, natuurlijk. Elke linie heb je bepaalde kwaliteiten. En als ik dat bijvoorbeeld even nu naar deze wedstrijd krijg. Als Genemuide de lange bal speelt vanuit achteruit, dan zijn de drie voorwaarts en die hebben een bepaalde loopsnelheid nodig. En daarnaast ook nog kijken waar gaat de bal naartoe. En de verdedigers, los van dat ze een goede traptechniek moeten hebben, moeten natuurlijk ook in het duel anders staan. Een verdediger, een Kolk of een Jurre, die moeten heel veel kopduels aangaan. En dat is natuurlijk de truc dat ze vooruit kijken waar komt die bal. En af en toe de schouder erin gooien en goed kunnen landen. Zodat als ze de bal hebben, dat ze die ook weer goed kunnen passen. Hoe gaat het aflopen deze wedstrijd? Heb je ook voorspellende gaves? Ik heb gezegd 2-1 voor Sportclub. En alles is dus nog mogelijk. Absoluut. Maar vooral doen ze het prima in de mode dit seizoen. Ze doen het fantastisch. Als je als promovendus op nummer 1 staat en de Vogels die komen toch met een club met een hele rijke historie, wat Genemuide natuurlijk ook heeft. En je doet het zo goed met 7 eigen opgeleide jongens. Met misschien nog een aantal wisselspelers op de bank. Dan mag je zeker niet klagen. En ik ben ook benieuwd wat de uitslag vandaag gaat worden. Ja, daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg benieuwd naar. Dank voor dit pauze-interview. Het is misschien iets wat we de komende tijd vaker gaan doen. Maar dank voor je tijd. Dank voor je inzicht. Dank voor je gesprek. En succes met alles wat je doet. Dankjewel en graag gedaan.